Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. We zijn nu bij de buitendienst en dan gaan we voor jullie vloggen. En we zijn hier met Andres. Nou, we gaan over de buitendienst. De buitendienst hier in Koevoorn onderhoudt het meest groen en grijs. We zijn nu bezig in Koevoorn met wat renovatievakken om de oude beplanting eruit te halen. En we gaan met de dames op pad. Yay! Let's go! Oké. Ik weet al wat voor vlog dit gaat worden. Je kan hier niks serieus. Nou, Roos showt even haar prachtige outfit. Nou, we gaan op pad met de dames, hè? Ja. Waar gaan we naartoe precies? We gaan nu even naar Pikveld. Daar staat de hoogwerker en dan gaan we even bungee jumpen. We zijn nu dus bij de hoogwerkers aangekomen. En hun halen hout van de bomen en die maken er snippers van. We gaan nu in de hoogwerker. Hè? Zou ik je geen voorstel doen? Ik ben Bert. Roos! Ja. Oh, ja. Ik vind Roos kleurig. Ja. Hoi, Lin. Wat een uitzicht, hè? Prachtig. Oké. Ja, genoeg voor vandaag. Ja. Dat geschreeuw mag er best wel uit, Anniet. Oh jee, nou zie ik het. Oh, nu zie ik op. Nou, Leon, wat vind je ervan? Helemaal mooi. Ik denk dat hij voor de meisjes heeft gevaren. Dat denk ik ook. Nee, echt? Ja. Wat een storing! We zitten hier al urenlang en we komen er maar niet uit, nee. Toch? En een mallige piep om de oren. Ja, we worden gek van dat gepiep. We zijn druk bezig. 10 seconds later. Oh, het gepiep is gestopt. Eindelijk 4 uur moeten wachten. Het eindelijk 4 uur moet maken. Ja, zijn voelde al 4 uur. Nou, wil je nog wat vertellen? Nou, ik vond het heerlijk bovenin. Mooi weer erbij. Ja. Ja. Jammer dat we echt storing vielen. Helemaal niks. Eindelijk kunnen we weer staan. Hey Roos. Nou, we zijn nu bij de houtsnippers. En volgens Andres is het dus heel warm hierin. Oh. Even naar de andere kant. Oh, we gaan naar de andere kant, jongens. Hij ligt er te kort, denk ik, hoor. Goed haast. Maar normaal gesproken wordt het gewoon hartstikke warm. Oeh. Lekker warm. Oh, het is echt warm. Ja. Het is respect. Dus als je ooit warm hout wil hebben, ga naar een houtwerker. We zijn nu bij, dicht bij onze eigen school, die zit daar. En we zijn nu bij een van de wit zand. Zo, dit, we zitten bij ons in de buurt. Is allemaal weggehaald, alle bomen. En wat komt er? Wat komt er nou precies nu? Nieuw, wat komt daar? Wat komt er nu voor terug? Hier waar het gele zand ligt, dat wordt dadelijk door elkaar gemixt. En dan komt er een grasmengsel in met maar grieten. Met witte magrietjes. Oh, bloemen. Ja, bloemenmengsel. Oh, ja. Hij heeft geen zin in een opdracht. Maar ja, het moet toch, hè Roos? Trouwens, voor de volgende video's, als jullie nog leuke ideeën hebben voor opdrachten, laat het weten in de comments. Ja, want dan misschien gaan we dat wel doen. Andres en Lin gaan nu een challenge opnemen en ze gaan een ren-challenge doen. En wie er verliest, nou, die moet een dansje doen. Dus dat zien we nog wel. 3, 2, 1, ren! Ja, ja. Ik zei dat de challenge was een dansje doen. Alweer. Ging iemand met een courgette dansen. Met een? Courgette? Wat is dat? Ja, dat is een groente. Dat is een groente. Ewa. Leda, ex on the beach. Nee, dat kan echt niet doen. Ewa. Leda, ex on the beach. Zingen. Ewa. Let it go! Ik denk niet dat het zo gaat. Nee,
Playback Show. Nou ja, waar zijn we nu ook alweer? Geen idee. En we zo voor de houtje gemaakt. Ja. En zo heb ik weer licht. Dit was het eind van de vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Tot de volgende keer. Doeg. Oké, dan. Ja, tot ziens. Tot ziens!